Junior van der Velde, je eerste basiswedstrijd in FC Den Bosch 1. Je had je debuut waarschijnlijk anders voorgesteld. Ja, helaas wel. Ik ben wel blij dat ik mijn debuut heb gemaakt, maar liever mijn overwinning natuurlijk. Snel gegaan voor jou deze week, de overstap van Utrecht naar Den Bosch? Ja, absoluut. Ik kwam denk ik afgelopen woensdag, donderdag in contact en toen was het eigenlijk vrij snel geregeld en had ik gelijk een goed gevoel bij Den Bosch. En is alles in een stroomversnelling gegaan, dus uiteindelijk aangesloten. Wat is dat gevoel, dat goede gevoel bij Den Bosch? Ja, het is, mensen zeggen wel eens, het is net alsof je in een warm bad komt. En zo voelt het ook. De jongens hier zijn allemaal hartstikke aardig. Ik ben goed ontvangen. Vanuit boven, de directie, allemaal hartstikke leuk. En gewoon een heel goed gevoel hier. Was voor jou gewoon weer belangrijk dat je ging voetballen? Ja, absoluut. En ergens waar je gewaardeerd wordt, waar je voor een eerste elftal kan voetballen met wat supporters. En dat is hier zeker het geval. Dan is het zondagmiddag 3:30 en dan moet het voor jou heerlijk voelen om weer aan die aftrap te staan. Absoluut, ja, dat is natuurlijk waar je het allemaal voor doet en dat gaf een heel goed gevoel. In een Engelse wedstrijd noem ik het. Ja, het was aardig hoog tempo, het ging de hele tijd op en neer. Dus in het begin was het ook even aanpoten, even een beetje met de jongens. Maar op een gegeven moment merk je wel dat je in de wedstrijd komt en dat je ook, naar mijn idee, best wel redelijk wat creëert naar voren voetbalt. Alleen dan, hoe wij het zelf uiteindelijk weggeven, dat is heel zonde. Ja. Hoe lastig is het dan voor jou? Je komt natuurlijk in een nieuwe ploeg. Je kent waarschijnlijk net enkele namen. Maar automatismes, ja, daar mag je nog niet op rekenen voor een nieuwe speler. Nee, klopt. Dat is inderdaad even wennen. Je bent natuurlijk wat gewend wat je bij Utrecht voetbalde. En dat is hier dan weer net anders. Dus daar moet je aan aanpassen. Ik heb nog niet zo heel veel groepstrainingen meegedaan. Dus dat is altijd even aftasten. En dat merkte ik in het begin ook wel. Je moet altijd even die afstemming vinden met de jongens. Maar uiteindelijk denk ik dat... Voetbal, dat begrijpt iedereen en dat op een gegeven moment merk je dat ook wel, dat gaat steeds beter. Dan ga je met elkaar praten en dan worden dingen makkelijker opgelost. Los van de uitslag, hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Wat ik net al zei, in het begin even aanpoten. Alleen op een gegeven moment merkte ik dat ik mijn duels begon te spelen en dat dan kom ik redelijk in de wedstrijd. En dat helemaal de tweede helft denk ik dat op zich goed ging, alleen zonder van de tegengoals uiteindelijk. Dat is iets waar het publiek hier in ieder geval ook van houdt, in ieder geval de duels spelen. Dat is ook, je kan wel eens een mindere wedstrijd voetballen, maar uiteindelijk moet je altijd de inzet tonen en dan... dan kan je alsnog hele hoop bereiken. Even terug naar die wedstrijd. Go Ahead begint aardig aan de wedstrijd. En Den Bosch staat toch plots 2-0 voor. En dan zie je dat Go Ahead uit het niets weer de 2-1 maakt. En het toch wat lastiger voetballen wordt weer. Ja, dat zijn momentjes waarin wij inderdaad wat slimmer moeten zijn. Want als je die 2-1 niet weggeeft, dan denk ik dat je veel stabieler bezig bent. En door die 2-1 is het toch weer even het gevoel van, oh jongens, hoe gaan we dit oplossen? En... ja, dat zijn inderdaad fouten vanuit ons, die moeten eruit. En dat, zo simpel is het ook. Er valt heel snel na rust de 2-2. En dan is er eigenlijk een fase dat Den Bosch gewoon de wedstrijd onder controle heeft. Ook voetballend. Ja, absoluut. En zelfs ook na de 3-2 nog, denk ik dat wij de grotere kans krijgen. Dat we op een gegeven moment 1-1 gaan spelen. En dat we daar dan zelfs beter gaan voetballen. Druk naar voren houden. En ook inderdaad duels pakken, tweede ballen oppakken. Alleen we hebben het niet kunnen verzilveren. Wat is jouw persoonlijke doel, de verloop van dit seizoen? Ik wil mezelf laten zien. Ik wil elke wedstrijd gaan spelen en mezelf laten zien hier bij Den Bosch, aan de supporters en de keukenkampioen divisie, alles. Heel veel succes. Bedankt.